is een mooie plek. Een bord met de tekst Laatste waarschuwing, honden aan de lijn wordt op verschillende plekken rondom de boswachterij in Ruinen neergezet. Op al ons bordje staat wel honden aan de lijn. Zeker in verband met het begrazingsgebied. En ja, en honden en koeien en schapen, dat combineert niet goed. Dus vandaar dat we met deze actie, ja eigenlijk een soort waarschuwingsactie, waarvan mensen alsjeblieft, als je hier gaat wandelen, doe dan de hond aan de lijn. Met deze nieuwe actie probeert Staatsbosbeheer mensen aan te spreken. Zo'n 2 weken geleden werd namelijk dit schaap doodgebeten door een loslopende hond. En dat mag niet meer gebeuren, meent Staatsbosbeheer. En wat dat betreft zijn we een beetje aan het eind gekomen. En dit is een waarschuwing. En we gaan ook echt de komende 2-3 maanden gaan we extra toezicht houden. Dat begint met waarschuwingen aan hondenbezitters die hun hond vrijlaten in gebieden waar dat niet mag. Zij riskeren een boete van €95. De hond mag in boswachterij Ruinen nog op 2 plekken loslopen. En deze baasjes snappen dat wel. Ik denk als zij een ree zou zien of een konijn of weet dat, dan ben je er kwijt. Gaat ze erachteraan. Dus dan is een lijn ook maar even goed. Ja, precies. Daarom moet hij ook vast. Want anders... Stel nou dat we weer een ongeval krijgen met een schaap of eventueel met een koe of met andere dieren. Dan zijn wij serieus van plan om begin volgend jaar het gebied voor honden af te sluiten. Dus dan betekent het niet alleen meer dat die aangelijnd moet zijn. Maar dan gaan we dit stuk hier, het echterne zand en eventueel ook het bovenveen, gaan we afsluiten voor honden. Dat mogen ze er niet meer doorheen.